Nou, een stukje verderop komen wij misschien wel een van de mooiste en bizarste amfibieën die je maar hebt in Nederland, België en Frankrijk tegen. Namelijk de vuursalamander. Nou, dit beestje stond echt al een tijdje op mijn lijst en uiteindelijk vinden we hier ook één. Locatie hou ik geheim, want deze dieren zijn zeer zeldzaam. Prachtig, dit is de grootste salamander die je in Nederland hebt, ook in België. Helaas is de soort daar wel heel erg zeldzaam, dus dat is dan wat jammer. Maar goed, hier hebben we er één. Hier heb ik zo lang naar uitgekeken. Nou, wat je natuurlijk moet weten is dat deze dieren zijn landsalamanders. Overdag houden ze zich schuil onder stenen en als het eenmaal donker is, komen ze ook tevoorschijn. Komt heel langzaam naar de camera. Heel mooi, nou, ze hebben natuurlijk ook die felle kleuren niet voor niets. Het is natuurlijk een soort waarschuwing van, nou, pak me niet op. Zo, er zijn er nog twee. Waar ik ben zitten heel veel vuursalamanders. Ik ga niet verklappen waar ze zitten, maar man, prachtig. Ze kunnen ook vrij groot worden, de grootste exemplaren worden meer dan 25 centimeter lang. Terwijl de kleinste ja, toch een beetje dit worden. Nou, in ieder geval heel erg mooi. Ik ben heel erg blij dat ik ze heb mogen zien. Het is ja, prachtig, de vuursalamander. Ik hou het maar een beetje kort, want ik wil deze dieren voor de rest niet al te veel stress geven. En ja, vaak is de eerste ontmoeting ook maar gewoon het beste om een beetje kort te houden. Prachtig. De vuursalamander. Prachtig. Wat een prachtig mooi dier zeg. Nou, ik ben heel blij dat ik dit diertje ben tegengekomen. Helemaal de moeite waard. Nou, ik heb ondertussen wel weer de stenen even rustig teruggezet. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je dat natuurlijk doet als je ze tegenkomt. Oh man, wat gaaf. Maar goed, in ieder geval, ik ga deze video afsluiten. Maar goed, het was nog gaaf om de vuursalamander te zien. Nice. We'll be right back.